Hallo mensen van een gamekanaal, mijn naam is Oers Kevin en welkom bij deze nieuwe tutorial. Het is vandaag weer zondag en vandaag gaan we weer een nieuwe plugin behandelen. En vandaag is dat Knock Knock, oftewel Klop Klop. Wat deze plugin doet is dat jij kan kloppen in jouw Minecraft server. En ik vond het best wel interessant hoe dat nou in zijn werk gaat en wat het nutten van is en wat wij er allemaal mee kunnen. Zoals je ziet heeft Google weer een fantastisch plaatje vandaag. Ben ik ingelogd op een gamekanaal. En als eerste gaan wij naar dl.bucket. Oh, niet DSL. DL. Nee, helemaal niet DL. Gewoon lekker plugins.bucket.org. Dat is compleet wat anders, Kevin. Oké, dan typen wij hierin. Knock. Knock. Of je ziet hem daar gewoon staan in het lijstje. Hij staat er wel bij mij nu. Maar het kan zijn dat jij, wanneer jij dit ziet, dat hij er niet meer bij staat. Dus nu klik jij op Knock Knock en dan staat er: This is a simple but fun plugin where you can punch left click a door. Nou, je klopt. Het gebruikt hetzelfde geluid als het zombie idee. Dat is misschien wel jammer, maar daar kan de maker waarschijnlijk zelf ook niks aan doen. Last update 19 uur geleden. Nou ja, we gaan hem maar gewoon downloaden. Zoals je ziet was er ook een permission. Nou, we gaan even dubbelklik. Zoals je ziet heb ik hier een mooi Delietje remix staan. Die heb ik gekregen via de mail. Leuke remix. Misschien gaan we daar binnenkort wat mee doen. Ik heb hier een gasrol die morgen online komt waarschijnlijk. Want het is een hele goeie. Nou ja, goeie. Ronald die stuurde mij die en die ga ik morgen uploaden. Mocht je nog een leuke gasrol hebben, gasrol@gamekanaal.nl of kevin@gamekanaal.nl. Maakt niet uit wie transfer. Mega, alles mag. Ja. Nou, we gaan nu weer verder met de tutorial. Dat was even een mini mededeling tussendoor. Even kijken, wat gaan wij doen vandaag? Nou ja, we gaan naar de plugin map en wij zetten Knock Knock erin. Even kijken, dat was alles denk ik. Wat wij nu gaan doen is wij gaan naar Magic Launcher. Want als het goed is doet hij het nog steeds. We wachten even tot alles opgestart is. En ja, we gaan ondertussen even een kijkje nemen op de pagina. Er staat waarschijnlijk niet heel veel interessants. Even kijken wat staat er allemaal. Er is een configuration. Die kun je hier zien. Even kijken, wat staat er allemaal in? Nou ja, Oké, schijnbaar gaan wij nu Minecraft op fullscreen doen waar ik het niet mee eens ben. We doen hem eerst even op niet fullscreen, want we zien nu niet zoveel. Nou, we gaan verder. Oké, dit zijn een aantal dingen die je kan instellen. De chat color of the owner message. Nou ja, allemaal rotzooi. Volgens mij hoef je dat niet in te stellen. Er is één permission volgens mij. Even kijken. Permissions. The only permission right now is knock knock. Knock. Nou ja, die moet je dan even weer toevoegen in je server. Dat ga ik nu even doen. We gaan naar het mapje. Wij klikken op plugins. Wij gaan naar permissions X. We gaan naar permissions. En bij standaard voegen wij hem dan toe. Even kijken op alfabetische volgorde. Nou, dat komt dus hier tussen. En wat wij dan hebben is knock knock.knock. Nou, we doen even twee keer spatie. We slaan hem op. En dan hebben wij hem er nu in staan. Wat we nu doen is we starten onze server op. Want we willen natuurlijk wel even weten of knock knock ook daadwerkelijk werkt. Dat doen wij door straks links te klikken met de muis. Links is linkerkant van je beeld. Dus we gaan even proberen of dat wil. En dat gaan wij nu ervaren. Wij joinen de server als het goed is. Moet ik wel even weer mijn inventory clearen. Want natuurlijk heb ik weer een aflevering opgenomen voor mijn eigen kanaal. Daar hebben we vorige keer dit mooie bord gemaakt. Daar komen volgende keer allemaal challenges op. Dus mocht je mijn kanaal nog niet gezien hebben, ga dan even naar youtube.com/gamingmetkevin. Mocht je die serie willen zien, we stoppen eerst dit allemaal even in een kist. Want dit hebben wij nu niet nodig. En stel, ik ga wel dood. Dan ben ik al die spullen weer kwijt. Oké, nou, we hebben hier een huis. Er is helemaal niemand thuis. Oh, shit. Dat is best wel cool. Maar stel, je bent een trollen. Zou ik begrijpen dat het best wel vervelend zou kunnen zijn. En ik weet niet of je custom sounds kan verwerken in een plugin. Maar dat zou toch wel beter zijn als dit een andere sound gaat worden. Want op zich is het een hele leuke plugin. Ik bedoel, stel je komt bij je vrienden langs. Je hebt een soort van community server. Laten we als voorbeeld nemen de Kingdom server. Je moet een dringende boodschap brengen naar je koning en je klopt op de deur.
dan zou het eigenlijk best wel een leuke plugin zijn. Daarom wil ik deze simpele plugin ook even aanbevelen, want ik heb hem zelf al wel eens gebruikt. En in principe zou je er hele leuke parodies mee kunnen maken of sketches, bijvoorbeeld Hoor Wie Klopt Daar Kinderen van een Sinterklaas liedje. Weet ik veel wat je er allemaal mee kan. Op zich is het een hele leuke, simpele plugin. Maar ik dacht, ik behandel hem toch. Ik ben nog op zoek naar ideeën, plugins die wel leuk zijn om te doen. Dit is een hele simpele plugin. Ik vond hem leuk, ik vond hem simpel. Maar er zijn dus mensen die zich bezighouden met maken van simpele, leuke plugins. Die jouw RPG of community server net weer een stukje leuker maken. En dat is een van de redenen waarom ik deze plugin vandaag heb behandeld. Mocht je nou denken van, Kevin, je hebt nu al best wel veel tutorials gemaakt. Zijn er eigenlijk nog wel dingen die je wil laten zien? Eigenlijk zijn niet specifiek dingen die ik nog wil laten zien. Ik bedoel, de basis is gelegd. Alle basisdingen, die kun je in ieder geval vinden in de playlist van de show. Ik heb alles al een keer gedaan. Sommige dingen heb ik zelfs 3 keer laten zien. Omdat mensen er weer om vroegen of om extra uitleg. Mocht je nou denken van, Kevin, ik heb binnenkort een dedicated server op een VPS, dan kun je het best even een kijkje nemen op mijn kanaal, dat is youtube.com/gamewithkevin. Daar doe ik een Minecraft serie, binnenkort komt daar een duo serie en op dit moment doe ik ook Splinter Cell, Double Agent en binnenkort ook Splinter Cell Conviction. En ik doe Sniper Ghost Warrior 2, dat zijn een beetje mijn soort games, een beetje stealthy-achtig. En als natuurlijk de nieuwe games er zijn, Watch Dogs komt van mij op een gamekanaal en Splinter Cell Blacklist komt van mij op mijn eigen kanaal. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik wil je voor nu in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Mocht je toch nog een gastrol hebben of een vraag, dan kun je mij mailen kevin@gamekanaal.nl. Ik reageer alle mails. Dat kan ik binnenkort ook wel eens laten zien, wat ik eigenlijk allemaal binnenkrijg voor mails. Sommige vragen antwoord ik gewoon niet meer op, want dat is al heel vaak beantwoord. Bijvoorbeeld, Kevin, mag ik de Kingdom One? Nou ja, dat lijkt me vrij logisch dat je die niet krijgt. Die is al wel te downloaden, een remake daarvan. Iemand heeft hem Kingdom One genoemd, maar dat is niet de officiële nog steeds. Dat is een remake van iemand. Dat was eigenlijk wat ik in deze plugin wilde vertellen. Nee, dat was wat ik in deze aflevering wilde vertellen. Mocht je nou nog vragen hebben, kun je me mailen. Ik zal binnenkort ook weer eens een rondje Skype doen. We hebben ondertussen heel erg veel contactpersonen. En ik denk dat het tijd wordt om binnenkort weer een Skype rondje te doen. Misschien ga ik binnenkort nog wat nieuwe series doen op een gamekanaal. Spoilers. Ik denk erover na om een horror game te doen. Dus mocht je daar een suggestie voor hebben, laat dat dan ook achter. Dat is wel een keer leuk, denk ik. Ik word niet heel snel bang of zo. Maar ik wil wel eens kijken of dat leuk is om te doen. Dus dit wordt weer een veel te lange aflevering met allemaal random gepraat. Wat eigenlijk best wel leuk is. Ik wil je bedanken voor het kijken. Like natuurlijk even deze video. Laat een reactie achter met alle dingen waar ik net om gevraagd heb het liefst. Hoeft niet natuurlijk. Je kan ook zeggen van andere dingen zeggen. En dan zie ik jullie de volgende keer graag weer bij een nieuwe plugin. Volgende week komt er weer een Hitman aflevering. Volgende week zaterdag. En volgende week zondag komt er weer een tutorial of misschien iets anders. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door GamePC.nl. Omdat de games het waard zijn.